Ik ben Kathleen Verreken en ik schreef de roman Margriete. En die gaat over de onbekende zus van de gebroeders van Eyck. De eerste reacties zijn er. En nou, tenminste wat de mensen tegen mij persoonlijk zeggen, klinkt tot nu toe positief. Maar het blijft toch een spannende periode, omdat je nooit helemaal weet op welke manier het zal opgepikt worden. Dat is al heel lang, ik denk bijna 10 jaar geleden. Ik ben naar alle tentoonstellingen geweest in het Kamersklooster in de aanloop naar het Van Eyckjaar in 2020. En die allereerste tentoonstelling ging over de familie Van Eyck, waarover we niet zo heel veel weten. En daar zag ik voor het eerst dat de gebroeders Van Eyck ook een zus hadden die ook schilderde en wellicht als maagd gestorven is. En dat triggerde mij enorm. Ik dacht, dat is iets voor een boek, maar ik had nog te veel andere projecten op dat moment. In de beginfase was dat, denk ik, met de berg aan research die ik voor me zag. Dingen die ik op zich allemaal ontzettend interessant vond. Maar de faalangst ligt altijd op de loer. En die begint op dat moment dat ik dacht, er zijn zoveel historici die veel meer dan ik weten over de late middeleeuwen. Er zijn zoveel mensen die zich nu al decennia lang buigen over de geschiedenis van het Lam Gods en de Van Eycks. Er zijn zoveel mensen op de wereld die misschien hypothetisch met een loep op mijn werk gericht kunnen zitten en er allerlei dingen uithalen die zij misschien niet helemaal vinden kloppen. Dat het fictie is, heeft mij dan wel weer moed gegeven. Dat ik de dingen waarover we geen zekerheid hebben, mijn eigen draai kan geven. Dat is altijd heel fijn. Maar tijdens het schrijven zelf, en dat heb ik met elke boek, ongeacht hoe lang ik al bezig ben met schrijven, komt er altijd een punt waarop ik zeg, ik kan het niet meer. Ik kan niet meer schrijven. Ik raak daarover, vraag mij niet op welke manier, gewoon door verder te doen. Maar dat is de eeuwige worsteling. Het is heel moeilijk om daar één ding uit te kiezen, omdat er tijdens het lezen, het jarenlange lezen, af en toe dingen waren waarbij ik een kreet slaakte en mijn man lastig viel met allerlei weetjes. Het is echt heel moeilijk om er één van uit te kiezen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel verrassend vond, was het inzicht dat de emancipatie van de vrouw, dat dat geen lijn is die zo heel de tijd gestaag omhoog gaat doorheen de geschiedenis. Dat bijvoorbeeld de vrouw in de hoge middeleeuwen, dus de middenperiode van de middeleeuwen, dat die haar positie beter was dan in de late middeleeuwen bijvoorbeeld. En dat vreemd genoeg voor een deel te maken had met de opkomst van de universiteiten in de late middeleeuwen. Want alleen de hogere geestelijkheid had toegang tot de universiteiten. En alleen mannen hadden toegang tot de hogere geestelijkheid. En het onderwijs dat daarvoor in het Latijn gebeurde, in kloosters grotendeels, zowel voor jongens als voor meisjes, werd daar ook een stuk weggehaald. En dat heeft mij wel het inzicht gegeven van, we moeten blijvend alert zijn. Of dat dan nu het leukste is dat ik ben te weten gekomen, weet ik niet. Ah, een leuk aspect wel. Dus de positie van de vrouw in de late middeleeuwen was niet riant in Europa. Maar Vlaanderen en met name Gent nam daar een uitzonderingspositie in. En dat had voor een stuk te maken met de florerende economie, met de textielnijverheid. Er was zoveel werk in Gent, het ging zodanig goed. Men had die vrouwen ook echt nodig om mee te werken. En de vrouwen waren zichtbaarder in het straatbeeld, wat ook betekende dat ze meer aanzien kregen, dat ze meer vrijheid kregen, dat ze vanzelf ook meer handelsbekwaamheid kregen. En dat vond ik echt wel iets heel leuks. Dus reizigers van buiten Europa, en daar zijn verslagen over teruggevonden, bijvoorbeeld van een Venetiaanse koopman. Venetië was helemaal geen fijne plek voor vrouwen in de late middeleeuwen. En die verwonderden zich daarover, van hoe zichtbaar de Vlaamse
Gentse vrouwen waren op straat. Alweer moeilijk kiezen. Ik heb er enorm van genoten om rond te lopen in mijn stad Gent in de late middeleeuwen. Daar heel veel over te weten te komen. Zien hoe alles veranderd is, hoe de straten van naam veranderd, hoe sommige dingen ook weer helemaal hetzelfde gebleven zijn. Anderzijds vond ik het ook heel fijn om mij te verdiepen in het stukje Portugal, wat erin voorkomt, het natuurgebied tussen Sintra en Cascais, dat ik ook bezocht heb trouwens, toen het boek nog niet helemaal af was. Dus kiezen is moeilijk. En terwijl ik bezig ben, vond ik het eigenlijk ook heel interessant om meer te weten te komen over de Belgische kust toen. Want ik dacht, daar speelt zich een scène af. Daar moet ik mij nu ook beginnen in verdiepen. Hoe zag die kust eruit? Die inpoldering, wanneer is die er gekomen? Hoe reisden mensen naar daar? Bestonden die kustdorpen en steden wel al? En dat vond ik ook heel, heel interessant om daarover te lezen en te schrijven. Dat gebeurt altijd onbewust zoiets, hè? Maar mensen die mij goed kennen, hebben zo wel eens lachend gezegd van ik herken eigenlijk heel veel van jou in Margriete. Die enorme drive die zij heeft, die heb ik blijkbaar ook. En wat ik dan heel concreet van mezelf er misschien ingestopt heb. Ik ben zelf schilderles beginnen volgen om te ondervinden hoe dat voelt. Schilderen met olieverf. En wat Margriete in het boek telkens weer verwoordt of denkt. Zij voelt zich heel erg aangetrokken tot mensen, tot het schilderen van portretten. Terwijl ze door haar broers richting bloemetjes en planten wordt gestuurd, wat misschien wat meer cliché is voor een vrouwelijke schilder. En die drang naar portretten, naar mensen in beeld willen brengen, dat heb ik zelf ook bij het schilderen. Dus ik wil altijd portretten schilderen. Er moet altijd iets menselijks in zitten. En ik weet ook niet waarom dat zo is. Dat is iets dat mij het meeste aantrekt. Misschien is dat ook een parallel met mijn boeken. Ik schrijf graag over mensen. Ik graaf mij graag in de psyche van iemand. En misschien is dat dus in die zin niet zo raar. Ik stop nooit met schrijven. Hè. Ik heb plannen rond een podcast, omdat ik heb zoveel informatie verzameld in de loop van de jaren over al die aspecten die ook, waar je in mijn boek eigenlijk maar het topje van de ijsberg in ziet. En ik vind het zo jammer om die informatie verloren te laten gaan. Ik wil graag een non-fictie podcast maken, opgehangen aan bepaalde fragmenten in het boek. En daar ben ik nu concreet mee bezig. Nog eens de informatie verzamelen en kijken wat waarin zou passen. En ik ben ook wel een nieuw kinderboek aan het schrijven op dit moment. En alweer plannen in de verte aan het maken voor een nieuwe historische roman. Maar dat mag ik nu nog niet doen. Ik moet eerst de dingen één voor één afwerken.